ik helemaal, maar je ziet zo, heb Fanny en Maurits en nog meer mensen hier. Heb je zo. Recht aan het huis. Sorry, Dennis. Vergeet. Ben je ook zo, Johan? Maar voor NW, ze hebben echt een flink geknusseld en gebouwd en getimmerd. Nou, noem maar op, aan je huis. En dat hebben ze met plezier en vreugde gedaan. Ze willen jou gewoon echt super verrassen. Ik denk dat je ook totaal verrast bent. Ja, zeker. Dus toen je binnenkomt, vertel een klein beetje hoe. Toen je binnenkomt. Oké, okay, ik was zaterdag, 29 augustus natuurlijk. Ik was die ochtend om 6:30 vertrokken uit Slowakije. Gereden helemaal naar Den Haag toe, zodat ik uiteindelijk hier om 11:30 was. Althans, zat nog in de auto, weet je wel. Dan voelde ik even. Dat spul ging uit de laden en dan ging ik naar huis om haar thuis te brengen. Dus ik had wat tasje en zo, dat soort dingen meegenomen. Ik ging naar boven toe, ik legde het zo neer in de gang. Ik rook iets, maar ik rook nog niet door. Ik was een beetje surf van de auto rijden. Dus ik ging weer naar beneden. En ik pakte toen wat ondertas en die zet ik toen hier neer. Omdat mijn broer had het andere spul ook al hier neergezet. Toen voor de woonkamer, ik zet het zo neer. Ik denk, ja, waarom lijkt het zo fel, zo wit allemaal, weet je wel. Dus ik kijk zo naar de gang. Hey, wacht eens even, hoe kan het nou dat al die dingen wit zijn, weet je wel? En toen kijk ik hier, dit was toch helemaal niet zo, en weet je wel? Dus toen begon een beetje daar, ik denk, wat hebben jullie allemaal gedaan? En toen zei we, ja, we gingen ze allemaal, bla, 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 dit en dit, en zus, en zo. Ik denk, oh, nou, dat was echt gaaf. Want ik had in vakantie ook contact met mijn lief en zo, maar ja, die kan natuurlijk niks, helaas. Dus ik had inderdaad helemaal niks door, weet je wel? Maar dat was echt, dat was echt een super verrassing, weet je wel? Ik bedoel, toen ik hier kwam en ik ging meteen naar beneden en zei, Alex, dit moet je echt komen kijken, kom, weet je wel, want Alexander ging naar boven. Die zag tegen ze, oh, weet je wel, wat gaaf, dat vind ik aan. En ik denk, nou, ik kan alleen maar, ja, ik voel me heel vereerd, weet je wel. Ik vind wel gaaf dat jullie van al die tijd en energie erin stoppen om gewoon, dit te doen, weet je wel. Ik zag ook nog andere mensen van buiten de plek, die hebben ook wel geholpen, voor zover. Ik weet wie dat zijn, heb ik ze als goed is allemaal kunnen aanspreken, weet je wel, echt, nou, super gaaf, weet je wel. Ik wil de pastor die wist het ook. Die mensen zeiden, oh, hey, wat echt gaaf dat we het gedaan hebben, weet je wel. Dus ja, die vindt het ook leuk, weet je wel. En ik denk, nou, groep mensen zien, die weten het ook allemaal. Ik denk echt van, wauw, dat is nou gewoon, dat is nou gewoon bouwen met elkaar, weet je. Gewoon in vriendschappen, in geloof met elkaar, weet je wel. Klaarstaan voor elkaar. Gewoon even die stap nemen om iets voor een ander te doen, weet je wel. Gewoon onzelfzuchtig, weet je wel. Want ik krijg er geen geld voor mezelf. Het is eigenlijk niet vergeten, maar dat bedoel ik, gewoon elkaar helpen, weet je, zoals Jezus ook al deed, gewoon belangloos, gewoon hupsakee, mensen helpen, ze zijn voor elkaar, en jullie zijn maar eens voor mij geweest op die manier, en ja, vind ik echt super. Ja. Cool. Ik denk dat Fanny nog wat wil zeggen, aangezien... Kom zo, ik ga het terug zo laten. Je hebt het voorbereid, toch? Ja, ik heb het voorbereid. Hey, maar goed, anyway, er blijft inderdaad geen feestje. Ik moet helemaal inderdaad een feestje erbij zijn natuurlijk, omdat het een beetje officieel, ik wou het officieel doen. Ja. Het is leuk om een beetje te openen. Dus bij deze, overhandig jou, ja. Ik jou deze schaar. Ja. Mag je deze lint openen, open. Dan betekent dat je huis officieel mooi, klaar, geschilderd is. Ja, nee, is goed. Maar word ik dit, vind ik een beetje zonde, dus een mooi lintje eigenlijk. Maar, je had dan een knoop of kan je... Kun je de knoop niet uittrekken? Ik weet het wel. Het is wel een strik als je... Dus je kan het lostrekken. Dat ook niet. Dan kun je het overeen stappen. Ik vind het een beetje zonde. Mag ik die strik? Symbolisch limbo dansen. Symbolisch zit helemaal boven. Nee, ik maak die knoop wel open. Nee, gewoon een kusje. Ja, maar dit is een mooi ding, man. Dat is zonde. Zeker weten? Ik heb iets beters. Op je verjaardag krijg je nog zo'n lint. Wat is dat? Een lightsaber. Oké, ik haat die dan. Zonde, joh. Zonde, hè? Ah! Zo kapot als weet je wat. Dat is wel een drama. Kom op. Oh, ja, wat kan ik jou zeggen? Spelen voor geopend. Hang op. Haal even die champagne. Ja, haal even. Het huis aan Noobis. Champagne! Lieve vrijwilligers, even naar voren. Ja. Hoe groot zijn die flessen dan? Hallo, okay. Jullie mogen alle drie een fles. Wat mag ik met de schaar doen? Al die ballonnen kapot prikken. Oh ja, nee, dat. Ik ga church party hier houden.
Toch wel eens verzie ik jezelf. Nee, maar cool jongen. Ja, ik was wel voor YouTube. Ik wil in de hele serie van Sion. In die 14 jaar. Er zit nooit voor gekomen. Zeg eens wat. Cheese. Zeg eens wat. Hey Pascal, hoe is het? Dag. Nee, we spuiten alle vuurronden, kunnen we weer opnieuw beginnen. Ja, Pascal, Magic. Magic? Er is toch wel kunnen champagne, want ik mag het altijd van mijn moeder. Het is champagne. Bruist het ook, hè? Ik kan me nog die biertjes bij jou herinneren. Geef het schudden. Ja, man, ik ook. Mag ik ook echt even schudden? Ja, tuurlijk. Ja, man, leuk. Ik ga voor je oproep gaan. Ik ben met de toch champagne moet je goed doen. Mik wel de goede kant op. We zetten champagnevlies. Ja, ik op de hoofd. Dames en heren, je moet hem zo drinken. Nou, dat doen we niet. Onze expert. Nee, je moet hem altijd doen. Als je hem zo pakt, ga je hem flikken doen. Dat is niet mooi. Ja, ja, ze vinden ze afdruk. Maar ik mag mijn glas wel zo drinken. Maar ik mag niet schudden. Mik, goed hè? Oké, focus. Oké. Wil jij nog kinderen? Wil jij nog kinderen? Ik heb tot drie. Eigenlijk wel. Dan drinken wij de wijn. Hey, Petje. Oh, even goed aan het niet aan mij. Wil je even een glas pakken? De andere kant weg. Hey, ik zie wel verschil, hè? Ik heb een oud. Ja. Een klein glas. Een groot glas. Klein glas. Johan. Oké. Mike heeft natuurlijk weer een grote glas. Geeft iedereen een glas? Nou. Geeft iedereen een glaasje? Nee, niet, maar ik heb een man. Nou, kom maar. 1, 2. Nee, hij was toch maar die dingen opheen schieten. Ja, we doen het wel. Oké. Mijn 2, 3. Deze ben ik niet mee. Lopen achter, man. Deze gaat niet open. Deze ben ik niet mee. Duwen, blijven duwen. Je telt. Niet zo overdrijven, joh. Deze draaien. Oké, okay, ik ben geen zwakkeling, maar... Eerst draaien. Nou, best wel. Eerst draaien. Oh, dat is het. Eerst draaien, dan... Eerst draaien. Niet te ver draaien. Ik denk dat je eerst moet draaien. Je bent een beetje doorgedraaid. Applaus voor Johan.